daar word je heel blij van. Ik vind het echt fantastisch. Kleedlokalen schoonmaken en lijnen trekken. Koffie schenken en vandaag hebben we ook de zaal versierd. Ik krijg er energie van en het levert me voldoening op. Ik zag er enorm tegenop. Het is eigenlijk helemaal niet iets wat bij me past, maar ik wist gewoon, ik moet hier iets mee gaan doen. Ik kom 1 keer in de 3 weken samen met een groep mensen die gevlucht zijn uit hun thuisland. En ik trek met hun op, zodat ze hun plekje kunnen gaan vinden binnen Klundert. Wij organiseren activiteiten voor mensen in Klundert vanaf 18 jaar met een beperking. Zei ik van, kennen ze nog iemand gebruik op de voetbal? Ik ken altijd mensen gebruiken, zei hij. Dus zodoende ben ik eigenlijk hier naartoe gegaan en aanpakken en klaar. En voor de verder is niet zeuren. Ik vind dat ouderen ook gewoon de lol mogen hebben, net als wat wij hebben. Dat we kunnen ook thuis zitten op de bank, maar we kunnen ook gewoon andere mensen ook een leuke dag bezorgen. Het is zo leuk om iets te kunnen doen voor iemand anders. Iets zo kleins, wat zoveel groots oplevert. Als er mensen zouden willen helpen om een taalmaatje te worden van iemand die ik heb ontmoet, ja, dat zou te gek zijn. Ook al heb je maar heel weinig tijd, want mensen denken altijd als je vrijwilliger bent, dan moet je niet werken, dan moet je heel druk thuis zitten. Nee, ook als je maar een uurtje per maand over hebt, kunnen wij je hulp gebruiken. Ja, je maakt mensen er blij mee. Dat is wel het leukste van wat je hier eigenlijk doet.